eerst gaan we naar het politiek proces in Den Haag namelijk. Want daar wordt gebroed op een rijksbegroting en een regeerakkoord. Nou, die rijksbegroting krijgen we straks op de derde dinsdag in september bij Prinsjesdag gepresenteerd. En daar hebben de 4 regeringspartijen, de fractievoorzitters, ook nog even over mogen meedenken. Samen met het kabinet, met premier Dick Schoof. En die bevestigde dat de voorstellen nu de steun hebben van die 4 partijen, zei hij bij de NOS. Het waren lange besprekingen, ingewikkeld. Ik heb het vaker gezegd, het gaat om veel geld. Het gaat om geld voor mensen, ook in de term van koopkracht. Dus het is belangrijk dat goed door te spreken. En ik heb geconstateerd dat de voorstellen van het kabinet echt op steun kunnen rekenen van de 4 dragende partijen van dit kabinet. Nou, de begroting wordt formeel goedgekeurd vandaag in de ministerraad. En daarna wordt hij naar de Raad van State gestuurd. En dan gaat hij dus op Prinsjesdag gepresenteerd worden met belangrijke thema's zoals lastenverlichting voor middeninkomens. Je hoorde het Schoof net zeggen. Verlengen van de regeling voor vroegpensioen, fiscale behandeling van expats. En er wordt ook nog iets gezegd over de belasting op vermogensrendement. En ondanks zorgen daarover, over die box 3 toestand en andere kosten, blijkt dat er geen noodzaak is voor drastische bezuinigingen. Nou, dat is dan wel meteen alweer uitgelekt. Dat is altijd prettig om te weten. En meestal lekt zo'n heel document wel uit. Maar ja, de betrokkenheid van die fractieleiders bij de onderhandelingen, dat leidt toch tot opgetrokken wenkbrauwen. We hadden toch een extra parlementair kabinet wat meer afstand zou houden tussen regering en Kamer. En dat bespreken we met oud-Kamervoorzitter en VVD-prominent Frans Wijsglas. Want sinds vannacht weet ik ook hoe die erover denkt. Meneer Wijsglas, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Werven. Goedemorgen, Ivan. Goed jullie weer te spreken na de zomer. Ja, dat is geheel wederzijds. En u heeft inderdaad met opgetrokken wenkbrauwen zitten kijken naar dit proces, hè, begrijp ik. Ja, omdat, u zei het ook al, meneer Van Werven, het zou een extra parlementair kabinet zijn. Ja. Nou, wat betekent dat? Dat de 4 fractievoorzitters, politiek leiders van de 4 partijen die het kabinet gevormd hebben, in de Kamer zouden blijven. Uh-huh. Dat is gebeurd. Dus dat ene punt is wel gerealiseerd. Ja. Het zou betekenen dat de helft van de ministers van buiten zou komen. Nou, daar is helemaal niet van terechtgekomen. Nee. En het belangrijkste punt, het zou betekenen dat het kabinet zelfstandig zou opereren. Hm. En het in een open, dualistisch debat met de Kamer, met de hele Kamer, over het beleid zou gesproken worden. En uiteindelijk een meerderheid uiteraard van de Kamer dat beleid zou moeten goedkeuren. Ja. En nou, dat laatste is dus niks van terechtgekomen. Ik twitterde er vanochtend. Het extra parlementaire karakter van het kabinet is vannacht om 4 uur definitief begraven. En ja, dat is eigenlijk de korte samenvatting van wat ik ervan vind. Maar meneer, want het zijn die 4 fractievoorzitters die daar tot diep in de nacht hebben zitten praten met het kabinet over de begroting. En zij hebben het in feite goedgekeurd. Dus adieu, extra parlementair. Ja, het is van tevoren dus voorgekookt, bekokstoofd, voordat het straks in de algemene politieke beschouwing wordt voorgelegd. Maar wij wisten toch al, meneer Wijsglas, met alle. En ik vind het heel geestig dat u dit getwitterd heeft. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind het een mooie opmerking. De zaak is ter aarde besteld, maar wij wisten toch al lang dat dit gewoon een doodnormaal kabinet is wat steun zoekt bij zijn eigen fractievoorzitters. Ja, weet u, meneer Van Werven, misschien is het naïef, maar ik ben en blijf een optimistisch mens. Ja. Dus ik dacht toen met zoveel bravoure en zo vaak door Pieter Omtzigt met name, maar ook door Dylan Jesselgus, de fractievoorzitter van mijn partij, de VVD, werd gezegd, nee, het is geen gewoon kabinet, een extra parlementair kabinet wat losstaat van de fracties in de coalitiefracties in de Kamer. Nou, om die reden kon ik uiteindelijk nog wel een beetje leven met dit kabinet. Maar mijn laatste hoop is nu vervlogen dat echt zou gebeuren. Maar ik was optimistischer, echt hoor, in alle serieusheid. Ik bedoel, je kunt wel allemaal niks geloven van tevoren, maar ja, dan heb je nou wel een somber wereldbeeld. Ja. Ja. Maar Schoof zegt dat de coalitiepartijen, of nee, dat mag je niet zeggen, het is de partijen die dit kabinet steunen, geloof ik, dat die niet hebben mee onderhandeld. Ja, of steunen. Ja. Die hebben niet mee onderhandeld, maar die zijn geconsulteerd. Het wordt ook een beetje een soort woordenspelletje. Maar het is ook een consultatie van 10 uur, hè? Ja, dat ook. Wat maakt u daar dan van? Is het een soort in bocht te wringen? Bas van Werven geeft het antwoord. Als je geconsulteerd wordt even over iets, nou, dan kom je hang je een half uurtje misschien op de telefoon. Dat zou al niet extra parlementair zijn geweest. Maar om tot vannacht 4 uur daar te zitten, dat is natuurlijk onzin. Dat is niet consulteren. Nee, ja, ik zeg het niet met vreugde, maar
Ja, door wat er vannacht is gebeurd, is aangetoond dat het kabinet Schoof aan de touwtjes van de vier fractievoorzitters hangt. Ja, het is ook natuurlijk wel een beetje onrealistisch en naïef om te verwachten dat een kabinet een document maakt, dat dan de Kamer ingooit en dan maar kijkt of daar steun voor komt. Ja, dat is natuurlijk ook geen werkbare situatie. Waarom? Dat is democratie. Iwan. Omdat je dan dat was wel beloofd. Maanden aan het werk bent en dan het risico hebt dat het afgeschoten wordt. Het was ons beloofd. Dan kan je nooit wat krijgen. Het risico dat het afgeschoten wordt is ook democratie, Iwan. Ja. Weet je, ik zit daar even wel helemaal les te geven, zoals vroeg. Ja. Maar toch even. Nee, als basis van een dualistisch democratisch systeem is dat het kabinet regeert, het kabinet doet voorstellen en de Kamer in meerderheid, coalitie en oppositiepartijen, die beslissen daar in een open debat over. En ja, misschien klinkt dat onrealistisch, maar dat is nou precies wat door dit kabinet en door, ik maar zeg het nog maar eens een keer, tot 100 keer toe door Pieter Omtzigt en ook door Jessicus, was beloofd aan ons. Ja, exact. En maar als we nu even de balans opmaken in de wijsglas, hè, en we hebben een begrotingsakkoord, dat ligt er nu. Dat is volledig dichtgetimmerd door de meerderheid van de Tweede Kamer, omdat de fractievoorzitters meegedaan hebben. Nou, dit worden de mooiste algemene politieke beschouwingen van de afgelopen 30 jaar. Het is gewoon een done deal, klaar. Ja, nou ja, het worden, maar daar zit ik ook niet op te wachten. Het consultatiecontinuum. Het worden politieke beschouwingen waar de oppositie, je ziet dat voor je, Timmermans, Klaver, Bikker, gaat inhaken op de procedure. Die zullen eenzelfde soort gesprek hebben met het kabinet als wij nu met elkaar hebben. Maar inhoudelijk is er geen dubbeltje, dubbel eurotje aan te verschuiven. Even nog terug naar 4 juli van dit jaar. Het openingsdebat van Schoof. Die daar het niet opnam voor 2 kabinetsleden. En op Wilders kritiek rekende. En daar werd gezegd slappe hap. Ik vond dat toen een heel infame aanval. Als we nu zo even terugkijken naar dit. Moet je dan niet ook zeggen, Schoof, de premier van heel Nederland, partijloos, staat overal boven, moet de bewaker zijn van juist dat extra parlementaire gedachtegoed. Ja. En op het moment dat nu de eerste test is, laat hij het liggen. Is hij toch een beetje slappe hap? Ik zwijg en vind dat u mooie woorden heeft gesproken, meneer Van Werven. Ja. Nou, dank u. Ja, en dat slappe hap, zou je in een politiek debat niet moeten gebruiken. Als fractievoorzitter, dat op zich het kabinet niet moeten gebruiken. Nee. Maar het is slap, zonder dat slappe hap ervan te maken. Maar het is slap van het kabinet dat het aan de touwtjes van de 4 fractievoorzitters van de partijen die het kabinet gevormd hebben danst. Ja, dank u wel. Frans Wijsselaars is oud-Kamervoorzitter en VVD-prominent.